In korte tijd zijn er 4 nieuwe leden bij de club gekomen. En dat klinkt niet veel, maar dat is het wel voor een groep die jaren met z'n tienen was. Het is een hobby die eigenlijk erg in de vergetelheid was geraakt. Totdat COVID kwam. Toen gingen opa's en vaders gingen weer op de zolder opruimen. En kwamen daar hun oude vergeten Merklin en Fleischmann treintjes tegen. De nieuwe generatie werd er op die manier ook weer mee in aanraking gebracht. En daarna is het gewoon keihard gegaan. Je kan natuurlijk in je eentje bouwen, maar met z'n allen is het toch leuker. Ja, het is heel gezellig. We praten vaak veel meer dan dat we iets bouwen. En je steekt iets van elkaar op. Er zijn hier heel veel leden, die hebben thuis ook een baan. En die komen hier advies in winnen. Hoe moet je een trein digitaliseren? Hoe krijg je die computer ingebouwd? Hoe ga je je baan automatiseren? Die know-how zit binnen de club. En in clubverband helpen we elkaar om iedereen weer een stapje verder te krijgen. Je kunt alles erin kwijt. En dat maakt het zo'n mooie hobby.